Dames en heren, kijk eens. Je ziet het goed. Team of the Year. Ze zijn allemaal in packs. Je hoort het goed. Ik blijf Mbappé met zijn blauwe kapsel. Dat blijf ik gewoon hard vinden, man. Waarom doen ze dat ook niet in-game? De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, wauw, dit is eerlijk. Dit is keihard. En iedereen maar zeggen tijdens de livestreams, Ari, als je 100k abonnees haalt, moet je kapsel blauw gaan verven. Als je nog blond zegt of zo, dan kan ik het ook begrijpen. Maar het ziet er wel dope uit. Eerlijk. Goed, Virgil van Dijk. Cristiano Ronaldo. Uiteraard Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes. Virgil van Dijk. Abnormaal. Die stats, jongen. 85 pace. 97 defense. 94 physical. Bruno Fernandes ook hard. Kevin De Bruyne ben ik een beetje teleurgesteld over. Zeker omdat zijn defense laag is. Zijn team of the season en team of the year van vorig jaar waren beter. Ja, Mbappé, wat moet ik daarover zeggen? Dat is echt... Hou op, man. Maar, mensen. Wij gaan packs openen. We gaan op zoek naar team of the year. Waarom niet? Ze zijn allemaal in packs. En het is ook zo dat het team van de week ook juicy is. Neymar heeft gewoon een informkaart, mensen. Neymar heeft een informkaart. Het is echt ongelooflijk. Het belooft veel goeds. We hebben er zin in. Laten we gewoon packs openen. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je zin hebt in deze video. Abonneer massaal. Help me naar die 100k abonnees. Ik zou het super tof vinden. Het is zeker niet verplicht. Wil je meedoen aan teams review van kijkers? Volg mij op Instagram. Ariston doen we aan elkaar vast. Stuur mij een DM met jouw team. Zet dat belletje aan en join de Discord. Discord join is ook gratis. De community begint groter en groter te worden. Het is echt keihard, man. Love. Goed. We gaan beginnen met packs openen. Ik ben heel erg benieuwd, man. Ik zit nog steeds naar het kapsel van Mbappé te kijken. Blauw. Grappig. De huidige stand. 7,5 ton bijna. Heb ik niks mee gedaan trouwens. Had ik veel meer mee kunnen doen. Suarez heeft een momentskaartje gekregen. 94 shooting, 91 dribbling, 88 passing. Zieke stats, maar die pace killed hem. Wel jammer. Jullie zien het. Team of the Week, number 18. Neymar, 92 rated. Benzema. Frenkie de Jong heeft ook een inform. Bernardo Silva, leuk. Frenkie de Jong heeft een informkaart. 86 rated. Oké. Als ik hem pack, heb ik sowieso 160k coins. Is een leuk bedrag. Hier nog meer. Elvedi, Marcelo, grappig. Benzema, 92 rated. Ik als Madrilene moet hem sowieso checken, toch? King Benz, 4-4, normaal laag. Ja, zijn pace killt hem ook. Een beetje hetzelfde verhaal als met Suarez. Bernardo Silva, 93 dribbling. Dat is een goede kaart. En hij is toch wel een ton. Bijna een ton. 88 rated, oké. Maar ja, we gaan voor de hoofdprijs, man. Oh ja, en zou dat naar mijn boy Myron. Oh ja, ik moet hem nog even een pikaatje sturen. Dat hij 92 pace heeft en 5-star weakfoot, man. Oké, grappig. Wij willen de hoofdprijs, de jackpot. Wij gaan voor Neymar Junior. Ja, dan heb je 1,5 mil binnen. Dat is gewoon kassa. Als je hem packt, is het gewoon stabiel. Ik heb zo'n gouden kaart al in mijn team. Dus als ik hem pack, dan is het gewoon... Nee, red player pick. Ik hoef hem niet eens te packen. Red player pick en ik ben cool. De packs. Division Rivals. Laten we daarmee beginnen. Let's claim. Wat hebben we nu? Rang 2, denk ik, is de voorspelling. Toch? Denk het wel. Zeldzaam megapakketjes. Ja, zal ik untradable gaan? Je weet maar nooit, hè. Nu met Team of the Year ga ik wel voor untradable. Normaal gesproken raad ik jullie aan. Doe tradable gewoon. Je weet maar nooit. Maar nu doen we met Team of the Year untradable. Rang 2. We hebben meer packs. Packs is content, je weet het. En ik wil... Laat me schreeuwen vandaag, man. Come on. Laat me eventjes gek worden. Dan gaan we natuurlijk naar Weekend League Rewards. Let's claim. Oké. Ik heb niet al te best weekend gedraaid. 26 om 4 gehaald. Op een gegeven moment ging 20 om 3. Ik had van 2 pro's verloren. Eentje in de 118e minuut. De gameplay was dramatisch. Maar het was niet eens dat ik slecht speelde. Maar het was gewoon... Het resultaat is gewoon slecht. Dus daar hoef ik niet lang over te praten. Dat moet gewoon beter. Zeker na... Ja, ik wilde back-to-back top 200 halen. Zeker na vorig weekend. Wel top 200. Nu weer niet. Lastig. Dus dat moet beter. Maar goed, ik heb er veel van geleerd. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk. We hebben 3 player picks. 1 Jumbo zeldzame spelerspakket. 1 premium Team of the Week pakket. En een 100k coins. Oké, stabiel. Wat ik net wilde zeggen trouwens is, ik was weer eigenwijs. Ik ging 20 om 3, had pauze moeten houden. Ik wilde er nog eentje doen. En dat is die game die je verliest. Nou, dat is niet professioneel van mij. Oké, daar moeten we mee leven, man. 3 player picks. Oké, we zijn op zoek naar Neymar Junior. Nash. Oké, Nash. We want Nash. We want Benzema. Oké, we beginnen. Oké. Dit is wat we willen zien. We beginnen met Benz. 92 rated. Oké, dat is echt lang geleden dat ik zo'n high rated speler als player pick had. Nice. Ik bewaar hem sowieso. Ja, wow, dit is wel stabiel. Je gaat hem niet gebruiken. Maar ik vind Benzema zo'n goede voetballer, mensen. Je moet eerlijk zijn. Als voetballiefhebber moet je gewoon eerlijk zijn. Je hebt die Classico's gekeken. Je hebt het gezien toen hij vooral met Ronaldo in één team zat. Hij bediende hem heel erg. Maar dit is een van de betere meevoetballende spitsen ter wereld. Echt. Underrated. King Benz. Wij kiezen hem. Verder hebben we Mensah. Moi.
Worden we niet heel tevreden van. Sturen we naar de club. En dan, mensen. En dan. Ja, daar gaan we. Nog een zieke player pick. Kom op. Kom op. Canales. Oh ja, die Gohanichat, die speelt bij PEC. Zwolle. Is die mens aan nog wat dan? Canales, ja. Mwah, 84 rated. We'll take it. En dan die laatste player pick. De laatste player pick, mensen. De laatste. Is het hem dan? Braziliaanse vlag. Is het hem? Oké, okay, oh, het is wel een Braziliaanse vlag. Die vind ik wel spijtig. Zo, hij kan goed verdedigen. Maar het is toch die zo tragisch. Like a turtle. Wowzus, man. Oké. Okay. Maar ja, 86 verdediging, 91 physical, 55 pace. Kijk, daar kan lijp verdedigen. Teamgenoot van Memphis Depay. Oké. Okay. Wel die Braziliaanse vlag om het te pesten. Om mij te pesten gewoon. Come on, man. Goed, dat zou wel dik zijn trouwens. Ik heb nu dus Messi... player pick 94, Benzema 92 player pick, Neymar zou ik er wel, dat zou wel dik zijn. Maar goed, we houden het bij een droom. Het is wat het is. Player picks gehad, spelers besproken, team of the week besproken. Leuke player pick 92 Benzema, maar het is nu tijd voor die packs. Laten we die packs openen. We hebben ruim 8 ton. Ik moet er wat meer van maken. Wat doen we eerst? 100k pakketje dan. Nou, dan gaan we. Op zijn minst een walkout, man. Dat zou toch wel leuk zijn. Even een walkout. Ik ga ervoor zitten. Het is een walkout. Het is een walkout, mensen. Oeh, blauwe flare. Oh, nee. Nee. En weet je waarom ik schrik? Omdat, ja, normaal is het gewoon geel. En dan denk je, oké, okay, normale walkout. Maar het is van kleur, dus dan hoop je natuurlijk. Zo. Heel even dacht ik het. Heel even. Prank. Het pakketje. Premium Team of the Week pakket. Nou, ik ga klikken, man. Niet te veel praten. Braziliaanse vlag. Benzema is ook leuk. En natuurlijk Frenkie de Jong. Nederlandse vlag vind ik ook wel top. Frenkie de Jong. Oké, het is een walkout. Daar mag je al blij mee zijn. Wat voor vlag is het? Portugees. Wie is dit? CA? Wie heeft een... Oh, Bernardo Silva. 88 rated Bernardo Silva. Dit is een win. Dit vind ik persoonlijk een win. Zeker als je deze, dit noem ik de 30k packs. Dit vind ik sowieso een win. 100%. Hij is bijna een ton waard. We hebben hem aan het begin gecheckt natuurlijk. 93 dribbling. Goede speler hoor is dit. Goede speler. Zit Frenkie er nog achter is de vraag. Nee. Zo. Huseiner en Akbunar. Ja, het is dan wel echt alles of niets. Hè? Het is zover. Zoals je kunt zien, meer dan 2 miljoen coins. 2,1 mil hebben we staan. Als je naar transfers kijkt, zie je 2. 2 verkocht. Ik laat jullie zien wat er is gebeurd. Ik heb jullie natuurlijk gevraagd om jullie mening. Dat geldt nog steeds. Wat betreft Davies, Alaba en Team of the Year Neuer. Daar kunnen we naartoe bouwen. Maar voor nu heb ik me laten overtuigen. Nou, eigenlijk door mezelf. Eigenlijk door mezelf. Ik laat jullie eerst zien wie ik heb verkocht. Wie ik weg heb moeten doen om die speler te kunnen halen. En dat is Petr Cech en Ferdinand. Dat zijn Petr Cech en Ferdinand. Petr Cech is gegaan voor 309k coins. Heb ik een klein beetje verlies opgemaakt. Echt een klein beetje. Ik kan niet zien... Wacht, hier kan ik niet zien voor hoeveel ik hem had gekocht. Nou, dat is eigenlijk wel jammer. Dat er niet meer bij staat. Gekocht voor. Oké, okay, raar dat het er niet meer bij staat. Maar Ferdinand kocht ik voor 850k coins. En ik heb hem verkocht voor 953k. Dus, wat dat betreft... Trader, netjes winst gemaakt. Maar Petr Cech heb ik wel 20k verlies opgemaakt, zo eerlijk moet ik zijn. Maar overall, als je kijkt naar allebei de spelers, heb ik toch gewoon winst gemaakt. Dus dat is nice. Deze twee spelers gaan weg. Ferdinand is echt een aanrader. Hij is absurd. Hij is echt niet normaal. Maar misschien ben jij nu nieuwsgierig. Ben jij nu nieuwsgierig en vraag je af, Arie, wie ga je dan wel halen? Wie haal je dan voor hem in de plaats? Ik ga jullie laten zien wie dat is. Cech, oh ja, goede keeper. Petr Cech. We zijn er, jongens. Dit is de squad. Je ziet het al. 2 lege plekken. Omdat Ferdinand en Cech weg zijn. Ja, het is tijd, man. Het is tijd. Oh ja, en als je goed kijkt zie je Ramos. Maar Ramos heeft nog een collega die ook het Team of the Year heeft gehaald. En dat is iemand die op dit moment geblesseerd is. Het is een Nederlander. Je weet precies wie ik bedoel. Ik zat nog te twijfelen trouwens om Ramos te halen, hoor. Daar niet van. Maar misschien later. Maar goed, Virgil van Dijk die voelde even wat... Ja, dat is, hij is absurd. Hij is abnormaal. Ik heb de naam genoemd, jongens. Virgil van Dijk... Let's go, man. Het is insane. Maar we gaan het doen. De eerste Team of the Year van het jaar. Van de squad. Gaat zich voegen bij het team. En dat is Virgil van Dijk niet te doen. Nee, we gaan niet voor Ramos, zoals je kunt zien. Hij is wel absurd. Ik heb hem ook getest. Maar uiteindelijk vond ik... Ik vond... Puur als je kijkt naar Team of the Year. Degene die echt het meeste indruk op mij heeft gemaakt is Virgil, man. Gewoon zijn aanwezigheid, zijn sprongkracht, kopduels. Poeh. En hij heeft nu 85 pace.
Zijn normale kaart heeft volgens mij 77 pace, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, hij is gewoon te traag. Vooral in deze FIFA, maar nu die 85 pace heeft... Killing. Mensen, ik ga hem testen. Er komt nog een video online wat betreft de Weekend League gameplay. Waarin ik meer zal vertellen over Virgil van Dijk in-game. Laat ik wat dingetjes zien. Zijn aanwezigheid op het veld. Ga zo maar door. We gaan hem even kopen, man. We gaan hem halen. De eerste Team of the Year van het team van het jaar ook. En dan zet ik hem op minimaal 2 mil. Dan zal ik hem wel vinden. En dan maximaal zal hij... Volgens FUTBIN was hij 2.1. Ik weet niet of hij nu gestegen is. Kijk, hij is weer een beetje gedaald. Dat is nice. 2,70. Misschien is het handig om eventjes, om hem even op 2,60 te zetten. Misschien kom je dan nog net even een goedkopere tegen. Maar oké, in dit geval niet. We halen hem. Hij is binnen, mensen. Virgil van Dijk. Hij is binnen. Misschien wel de beste verdediger ter wereld. Ja, in mijn ogen de beste verdediger. Het is gewoon wat het is, dames en heren. No cap. Niet haten. Het is gewoon zo. Virgil van Dijk. Oké, hij is er, man. Ik ben heel erg benieuwd. Hij is echt gruwelijk. Come on, man. Eerste team of hier. Oké, mensen, ik hou het voor gezien. Mag ik jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk heb jij genoten van deze video. Op zich, de packs zijn degelijk. Zeker degelijk. Leuk. Vooral als ik nog steeds naar Mbappé kijk, moet ik lachen. Virgil van Dijk, GOAT, Team of the Year is grappig, Neymar in vorm. Mensen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneren kan. Zet dat belletje ook eventjes aan. Join de Discord, dat is gratis. Help me naar die 100.000 abonnees. We komen dichterbij en we gaan lekker. We gaan super lekker. Team Studio van Kijkers komt eraan. Er komt nog veel content aan. Andere video's, livestreams. Dus stay tuned, man. Zorg dat je erbij bent. Oké, mooi. Nu stop ik echt. Ik stop echt met praten. Droge mond, ik heb net een slok water genomen. Dank jullie wel voor het kijken. Nogmaals, zoals altijd zeg ik, doe relaxed. Take it easy. Ciao. I ain't closed doors, I'ma fall for your love.